Er is een beroemd citaat dat mij al jarenlang inspireert en dat alles te maken heeft met eigenaarschap, zoals ik dat zie. Het wordt toegeschreven aan Nelson Mandela, maar het is van Marion Williamson en het gaat zo. Onze grootste angst is niet dat wij ontoereikend zijn. Onze grootste angst is dat wij bovenmatig krachtig zijn. Nou, wat betekent dat citaat voor mijn leren? Durf ik mij werkelijk te verbinden met waar ik goed in ben? En durf ik hier eigenaarschap over te nemen? Dat is doodeng. Maar het betaalt zich dubbel en dwars terug. In mijn methodiek geef ik dit eigenaarschap handen en voeten. Ik maak het praktisch en toepasbaar. Eigenaarschap is een uitdaging voor student en leraar. Het betekent immers, ik verlaat gebaande paden en stel me open voor wat ik tegenkom. Durf ik verantwoordelijkheid te nemen voor wie ik ben en voor mijn kwaliteit die ik inzet voor mezelf en de wereld om me heen? Durf ik mijn hoofd boven het maaiveld uit te steken en te gaan voor een gezonde dosis eigen wijsheid? Dat vraagt moed, want ook de angst dat ik het niet zou kunnen wordt geactiveerd. Maar dat hoort erbij. Het betekent dat ik de toets aandurf. Wil ik dit echt en kan ik dit ook? Maar van iedere hindernis die ik bewust neem, word ik sterker. Eigenaarschap nemen is ook de keuze voor een richting. Wat wil ik uitdragen de wereld in? Waarin ben ik mateloos krachtig? Ik ontdek het, ik spreek het uit en ik zet mezelf daarmee op scherp. En dat is niet iets voor later, als ik groot ben. Als ik mij hier van meet af aan op richt, ontwikkel ik mij tot een verantwoordelijk mens. En het is nog leuk ook. Ik zie mijn studenten hier blij en gelukkig van worden. Ze bedenken manieren om zich iets eigen te maken en ze gaan als een speer. Met een ijver die alleen voor een zelfgekozen weg zo groot kan zijn. En daarom is eigenaarschap geen luxe voor de bij of een interessante visie aan het einde van de rit. Het is noodzakelijk vanaf het begin en het verandert alles.